Ik ben Maurice. En ik ben Caroline. En ik ben Lieke. Bijna een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Als we ons niet beschermen tegen het water, dan hebben we straks een kustlijn die bij Utrecht begint. Bij de hbo-opleiding Built Environment leren we hoe we het water met de modernste technieken in goede banen kunnen leiden. Kijk maar mee. Een van de mogelijkheden om overstroming te voorkomen is om meer land te creëren. In 2050 moeten er dan eilanden voor onze huidige kustlijn aangelegd zijn, waar mensen wonen en werken. Eerder hebben we op deze manier Flevoland gecreëerd. Een minder ingrijpend middel om droge voeten te houden is de bouw van hypermoderne sluizen. In IJmuiden wordt momenteel de grootste zeesluis ter wereld gebouwd. De reusachtige nieuwe waterpoort naar Amsterdam moet ervoor zorgen dat we de komende eeuw niet onder water lopen en dat de Amsterdamse haven voor steeds grotere schepen bereikbaar blijft. Studenten werken regelmatig tijdens stages en projecten mee aan dit megabouwwerk. Hoe mooi is het om iets te bouwen wat er over 100 jaar nog staat? Op de middelbare school had ik veel interesse in natuur en wiskunde en vooral mechanica. Ik was erg geïnteresseerd in grote bouwwerken. Wat je bouwt is heel zichtbaar. En het gaat vaak eeuwen mee, dus het moet er wel goed uitzien. Ik wil later tegen mijn kleinkinderen kunnen zeggen, zie je die brug? Die heb ik gebouwd. De combinatie van creativiteit en technisch inzicht vind ik erg leuk. Alleen interesse hebben om te bouwen is bij onze opleiding niet genoeg. Je moet het ook leuk vinden om na te denken wat voor invloed jouw bouwwerken hebben op de omgeving. De opleiding is praktijkgericht. In het eerste jaar heb je per periode een project. Je werkt dan samen met alle richtingen binnen Built Environment. Dit is net zoals in de echte wereld. Samen ontwerp je bijvoorbeeld een brug, tunnel of sluis. Tijdens deze periode krijg je lessen die aansluiten bij het project. De docenten zijn betrokken en weten waar ze het over hebben. Het is een grote opleiding, toch is er genoeg ruimte voor persoonlijk contact. Wil je meer weten over de opleiding Built Environment? Kom dan naar de open dag.